Verbeter de wereld met vork en mes. Mijn naam is Esther Molenwijk en dit is Studio Plantaardig. Beste luisteraar, de aflevering die je nu gaat horen heb ik opgenomen met live publiek. Dit op uitnodiging van ProVeg als onderdeel van hun Impact-evenement. En om jullie de sfeer te schetsen, we zitten in een mooie oude spinnerijfabriek in Nijmegen. Zo'n 40-tal, of nee, eigenlijk dus 80-tal ogen, kijkt verwachtingsvol naar het podium waarop ik aan tafel zit met een gast die al lang op mijn verlanglijst staat, Emiel van der Staak. En het had niet veel gescheeld of zijn culinaire talenten waren verloren gegaan aan de weg- en waterbouw. Maar gelukkig zag hij tijdens zijn examen civiele techniek in dat een leven als kok misschien meer iets voor hem was. Nu, zo'n 25 jaar later, is Emiel eigenaar en chef-kok van restaurant De Nieuwe Winkel. De plantaardige en botanische gastronomie die hij daar ontwikkelde leverde hem 2 Michelinsterren op. Daarbovenop nog eens een groene Michelinster en het predicaat beste groenterestaurant ter wereld. Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? Wat bezielt hem? En hoe kijkt hij naar de ontwikkeling van plantaardig in de horeca? Daar gaan we het over hebben. Klinkt als een goed onderwerp. Ja, heel goed. Maar we gaan beginnen met dat ik eigenlijk gewoon heel benieuwd ben wat jij hebt ontbeten vanochtend. Vanochtend heb ik een specialiteit uit Harderwijk, want ik ben daar recent wezen eten in een restaurant en toen kreeg ik een groot brood mee. Dat was een soort suikerbrood. Dat zou ik normaal nooit doen. Maar het heeft mij in ieder geval geholpen in de fietstocht naar het Voedselbos vanochtend. Oh ja, want maandag ga je altijd naar het Voedselbos. Dat is een traditie, ja. Ja, dat is waar. En nog even ben ik benieuwd, eet je ook wel eens gewoon 2 supermarktboterhammetjes met pindakaas voor ontbijt? Nee, dat eet ik niet. Maar wel heel mooi zuurdesembrood, want dat is in het restaurant voorhanden. Dus daar start mijn dag altijd goed mee. Uit wat voor voedselgezin kom jij? Een voedselgezin? Even kijken. Ja, ik heb... mijn vader had altijd een moestuin. Ik denk dat daar toch ook wel een beetje het zaadje geplant is. Dus wij waren eigenlijk als vanzelfsprekend bezig met de seizoenen en de oogst die daar vandaan kwam. En mijn moeder was altijd al vegetarisch, dus wij aten ook al vegetarisch. Dus het is... een beetje psychologie van de koude grond, maar dat moet haast wel een rol gespeeld hebben met latere keuzes die ik maakte. Ja, ging je met plezier mee dan ook? Naar dat, nou, het was ook een soort van kinderarbeid, herinner ik me. Want als er dan dopetten waren, dan kwam het ook in vuilniszakken tegelijk binnen qua hoeveelheid. En dat mochten we dan doppen voor later gebruik. En zo ging het ook met de rode bessen en met een soort van frisse tegenzin deden we ons corvée. Dus je had ook enthousiast mee wat er allemaal uit die groentetuin absoluut, kwam. Ja. Ja, als kind heb je nog niet zo'n dwingende mening. En ik ben opgegroeid in een tijd voor McDonald's. Dus ik denk dat dat toen ook allemaal er waren gewoon wat minder verleidingen. Ja. En kun je je nog herinneren het eerste moment dat je... ja, dat je ook echt een soort culinaire interesse voelde bij groente of überhaupt bij eten? Dat was denk ik in mijn tijd bij Paul Vagel. Dat is een hele belangrijke leermeester voor mij. Tot dat moment had ik geen idee wat ik aan het doen was, maar had ik de wens uitgesproken. Ik word chef-kok, maar ik wist ook helemaal niet wat dat betekende. Maar toen ik daar kwam werken met topprofessionals die het allerbeste nastreven in teamverband, toen realiseerde ik me van, oh, dus dit bedoelen ze. Kun je daar nog de vinger op leggen? Wat proefde je daar of wat zag je daar gebeuren? Nou, het is vooral de toewijding van jonge talenten die dan onder de bezielende leiding, in dit geval van Paul Vagel, samenwerken. En ook het competitieve element daarin, dat sprak mij aan, het allerbeste resultaat willen halen. Dat ging dan niet eens natuurlijk over een specifieke groentekeuken. Want dat was, nou ja, als je Paul Vagel kent, die heeft in 1965 de Beurre Blanc naar Nederland gehaald. Dus we kunnen wel spreken van een grondlegger, maar dan vooral op basis van 200 jaar oude recepten. Maar het ging daar mij vooral, wat ik me daarbij bleef, is dit vak kun je dus tot hele grote hoogte stijgen als je toegewijd bent en volhardend. En dat zag ik daar om mij heen. Dat heeft mij enorm geïnspireerd. Ja, ik proef eigenlijk meer de ambitie dan de inhoudelijke culinaire interesse. Nou, de ambitie zeker daar geprikkeld, maar ik heb ook altijd gedacht, als ik dan om het even welk beroep ik doe, actief ben en ik ga me ergens voor inzetten, dan toch zeker voor iets waarvan we weten dat het beter werkt. En, dus vrij snel al snapte ik heel goed dat het serveren van ganzenlever, terwijl we weten dat de laatste 2 weken van het leven van een gans een hel zijn, dat dat niet per se een manier is die goed werkt. Dus zo begonnen hele simpele gedachten al bij mij te spelen. Ik had me gewoon voorgenomen, als ik dan iets ga doen met al dat harde werk wat ik dan doe, al die investeringen, dan laat het in ieder geval iets zijn wat
iets beter werkt dan wat we gewend zijn te doen. Dus dat begon ook toen al. Maar nu maak je volgens mij een hele grote sprong vooruit. Tussen dat jij daar in die mooie restaurants, al stond ik ook, want jij stond al best snel, geloof ik, in best goede restaurants te koken, onder goede chefs. Naar dat jij dit inzicht had van dat moet anders. Ja, maar daar had ik gewoon denk ik ook aanleg voor. Ik kwam toevallig laatste spreekbeurt tegen van de basisschool. En dat ging over zure regen als gevolg van de varkensindustrie in Brabant. En hoe dan de kalksteenbeelden op de Sint-Jan en Den Bosch langzaam oplossen. En toen zat ik nog op de lagere school. Dus dat is toch iets waar ik aanleg voor heb. Maar ik realiseerde me ook, als ik er iets mee wil met dit vak, dan zal ik bij de beste leermeesters moeten zijn. En nou ja, er was op dat moment natuurlijk helemaal niemand bezig met een op planten, op groenten gerichte keuken. Dus het ging mij vooral om de vaardigheden en de inzichten en het vak in de vingers krijgen. In de wetenschap, als ik dat nou eenmaal heb, dan kan ik het lekker op mijn eigen manier gaan doen. We gaan nog even een stapje terug, want er was dus een moment waarop jij civiele techniek studeerde. Ja, prachtig. Ja. Ja, en dan heb je toch wat misgelopen. Nou ja, dan leer je bruggen bouwen. Dus op zich ook niet verkeerd in de tijd waarin we nu leven. Maar ik was natuurlijk heel goed in, of ik was natuurlijk, ik had aanleg voor de exacte vakken, dus natuurkunde onder andere. En dan word je als 15, 16 jaar, want ik was heel jong klaar op de middelbare school, in gesprek met een loopbaanbegeleider of iemand die jou moet helpen met de vervolgstap. Word je gevraagd wat wil je worden? Ja, dat kan helemaal niet beantwoord worden op die leeftijd als ik daarop terugkijk. En dan word je eigenlijk gewoon gestuurd van ja, jij bent goed in exacte vakken. En dan is het civiele techniek geworden. Nou, goed voor mij dat ik dat gedaan heb. Want als ik op dat moment in het koksvak binnen was gestapt, dan was ik levend verbrand. Oh ja. Want ik was ook gewoon nog hartstikke jong. Dus ik had ook nog geen idee wat er allemaal bij kwam kijken. En dan heeft zo'n opleiding mij een beetje meer volwassen gemaakt. In ieder geval genoeg volwassen om te kunnen overleven in topkeukens. Ja, maar hoe kom je terwijl je civiele techniek aan het studeren bent op het idee van ja, misschien moet ik chefkok worden? Ja, dat is een beetje het klassieke verhaal dat je op je 14e als afwasser begint. En dan mag je de broodjes smeren en zo beleef je veel plezier en verdien je ook veel geld in die tijd. Hè, als, op je 14e, ik heb trouwens nog nooit zoveel geld verdiend, 7,50 per uur en dan werkte ik 14 uur per dag. En nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk. En dat staat tegenover een studie. Ja, dat is wat minder leuk. En dingen waar je goed in bent, die zijn leuk om te doen. Dus op een gegeven moment leek het bijbaantje een beter alternatief dan het vooruitzicht dat ik ingenieur zou worden. Ja, en heb ik nou goed begrepen dat jij tijdens je examen eigenlijk die beslissing daadwerkelijk hebt genomen? Ja, in een volle sportzaal. Ik kon het zelfs nog halen, dus ik ga dit ook niemand adviseren, want het is ongelooflijk naïef. Maar toen had ik een epifaan moment, dat ik me realiseerde dat ik er toch niks mee ging doen. Dus ik stond op en liep weg. Ik vond ook wel dat het filmisch moest zijn. ik kan later altijd nog van pas komen. Je had toen al gevoel voor drama. Ja, absoluut. En toen ben ik naar die directeur gegaan en heb hem uitgelegd dat dit niet per se iets is waarvan ik het fijn zou vinden als dat dan thuis bekend werd. Of die mij dan elke dag afwezig kon melden zonder dat daar consequenties aan verbonden zaten. Niet dat ze gingen bellen van hij is te laat. En toen ben ik een week lang op en neer gegaan met de bus en buiten op het terras gezeten en het examen even, gedaan. Is de directeur daarmee akkoord gegaan? Ja, die had gek genoeg een heel mooi verhaal dat zijn eigen zoon een soortgelijke transitie doormaakte. Dus die had ook zijn hele carrière in één keer omgegooid. Dus hij had er gek genoeg wel begrip voor. En officieel is het nog steeds niet bekend dat dit gebeurd is. Ja, dus, nou weet ik dat jouw ouders heel fanatiek luisteraars zijn van de podcast. Ja, mijn vader is leraar, dus ik geloof ook niet dat je hiermee aan moet komen. Ja. Maar ik denk dat ze het je inmiddels wel kunnen vergeven met het werkende kracht. Ja, ik heb de indruk dat ze er achteraf wel blij mee zijn. Ja, toen, als ik me niet vergis, heb jij na die tijd in die toprestaurants, zeg ik het goed als ik 5 jaar zeg, 5 jaar lang pannenkoeken en diepvriesbiefstukken staan bakken. Ja, ik ben echt heel goed geworden in het bereiden van diepvrieszalm in de magnetron. En dan krijg je dus een mooie garing van 4 stipjes. Maar dat was nodig omdat ik elke keer dacht, in die 5 jaar, volgende maand, de maand erop, dan ga ik mijn eigen restaurant beginnen. En dan was ik weer in gesprek of dan werd ik weer afgewezen bij de bank. En dan heb ik dus op allerlei plekken gewerkt om een beetje geld te verdienen. Omdat ik dacht, nou, dat is binnenkort is het zover. En dan ga ik mijn droom verwezenlijken. Nou, dat liep dus even anders, ja.
En in die tijd heb je dus dit soort baantjes moeten doen. Ja, ik was er heel druk mee. Ja. Ja. En toen las ik dat je zei dat opwarmen van die diepvriesbiefstukken voor jou een breekpunt is geweest. Absoluut. Maar hoe ziet dat eruit? Ik was natuurlijk helemaal ook geïndoctrineerd door die wereld van de topgastronomie. Dus als je mij op dat moment, één dag nadat ik stopte in Amsterdam, waar ik toen werkte, had gevraagd van maak een menukaart voor je eerstvolgende restaurant wat je gaat openen, dan was het ook gewoon een kaart geworden met een aantal luxe producten. Dat was zo vanzelfsprekend. En die 5-6 jaar heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik volledig gebroken ben met die hele wereld. Dus ook de collega's sprak ik niet meer. De vanzelfsprekendheid nam af. En dat gaf eigenlijk de ruimte die nodig was om een andere invulling te kiezen. En dan moet ik erbij zeggen, in die periode, het was in 2008, viel natuurlijk Lehman Brothers en kreeg een bankencrisis. Dus er was ook zeker een voor en een na voor die tijd. Kreeg je nog koffie en een koekje bij de bank en hoefde je maar bij het kruisje te tekenen en daarna was het gedaan. Dus om heel veel redenen werd ik toegedwongen terug te gaan naar wat wel kon, in plaats van uitgaan wat vanzelfsprekend zou moeten gebeuren. En dan blijkt dat er niet zo heel veel kan. En dan ga je door die 5 jaar heen, losgekoppeld van luxe producten, veel gemakkelijker op zoek naar producten die weliswaar geen status hebben, maar wel een bepaalde waarde vertegenwoordigen. Want is die status ook iets wat tot die tijd best wel bij je speelde? Heeft het zeker, ja. Het is echt zo, als je die restaurants werkt, dan is die vanzelfsprekendheid zo groot om caviar en tarwels en truffel op de kaart te zetten, dat je daar echt even los van moet komen. Althans, dat was in mijn geval ook. Dat je als je zichzelf respecterend high-end restaurant, moet er toch altijd wel caviar op die kaart. Ja, absoluut. Ja. Ja. Is het eigenlijk iets wat nu nog steeds speelt? Weet jij dat? Ja en nee. Het is een hele groep chefs en vaak ook de wat oudere chefs die nog heel halsstarrig vasthouden aan die overtuiging dat een absolute must is om dat op de kaart te zetten. Nou, dat levert leuke gesprekken op. En er is een hele groep chef die opgroeit vanuit het besef dat er om meerdere redenen andere keuzes nodig zijn. Of was het maar om een gezond restaurant te kunnen starten. Dat gaat nou helemaal niet meer op die manier. Nee. Dus daar zie je wel iets veranderen. Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja, goed. Dus toen zei je, ik moet op zoek naar andere manieren. Dat moet wat creatiever. Dat hoeft niet per se die caviar te zijn en die ganslever. Hoe heb je dat gedaan? Wat was dat creatieve? Wat was die invalshoek die jij hebt gekozen? Nou, we starten dan de nieuwe winkel meer dan 13 jaar geleden op een hele rare plek naast een Chinese massagesalon. En de andere buren hadden als slogan tapijt zonder spijt. En elk kwartier reed de stadsbus langs. Het was een heel eigenaardig plekje. Locatie. Ja. En dan wist ik meteen al. Je hoeft niet veel studie te doen natuurlijk om te snappen dat veel van de uitdagingen waar we voor staan samenhangen met de mate waarin we vlees eten, om maar iets te noemen. En dus het idee was al meteen minder beesten, meer planten. Dat was het mantra. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik kon er helemaal niks van. Dus ik had nog onvoldoende vaardigheid, kennis en kunde om met die planten en met die groenten volledige menu samen te stellen. Dus dat is een geleidelijk proces geweest. Maar altijd met dat in het achterhoofd. Als we konden, dan gingen we elke keer weer een stapje verder. Na al die jaren in die goede restaurants heb je nooit echt op die manier leren koken? Nee, niet per se. Nee, die technieken leer je wel, maar het is de hele mindset die je moet eigenlijk toewerken naar een compleet nieuw model. En dat is een uitdaging binnen de context van topgastronomie, moet ik er wel bij zeggen. Dus het model nu is tot op heden veelal een hoofdcomponent vis, vlees met een garnituur en een saus. Alleen als je een plantaardige keuken invulling wil geven, dan werkt dat niet meer. Tenzij het gaat vervangen, maar dat is op termijn ook niet houdbaar. Je moet verder zoeken. En dan kom je tot gerechten. En dat lukt steeds vaker. Die ook niet meer terug te vertalen zijn naar een visvleesgerecht. Ja, wat kun je ons eens meenemen in hoe zo'n model er dan uitziet? Nou, op een van de eerdere kaarten stond een gerecht, dat was een nookazuke. Dat is eigenlijk een traditionele manier van groente inmaken uit Japan, waarbij ze de groente begraven in een nookazuke bad. Vaak op basis van de schilletjes van de rijst. Wij deden dat op basis van haverzemelen. Maar dan ging het bij ons heel erg om de opmaak van het bord. Daar zat zoveel tijd en aandacht in. Dat werd een complexe bloem met tientallen plakjes radijs die we dan hadden ingemaakt. Dat gerecht waarde kreeg als gevolg van die enorme inspanning. Niet alleen die fermentatie van een aantal dagen, maar dan ook nog die plating. En dan kon het in de context van een restaurant als wat wij zijn, kon het verschil maken. Even in gewone mensentermen zeg je eigenlijk, het gaat ook heel erg om de opmaak. De opmaak in dit geval en de enorme inspanning die nodig is om het te doen. Ja. Die mensen het gevoel geeft dat het
Ja, dat het een kunstwerk is en wat ook met zorg en aandacht gegeten wordt. En nog even, als je zegt, je moet op zoek naar een ander model. Kijk, nu zit je natuurlijk helemaal in het hoogste segment. Maar ik kan me voorstellen, toen je daar begon, naast dat tapijt zonder spijt, dat je mensen ook nog misschien voor 3 gangen iets wilde serveren. Dan moest er toch iets komen wat een beetje de aardappelen, groente, vlees kon vervangen of zo. Dat je wat meer zocht naar een soort volledige maaltijd op 1 bord. Maar dan plantaardig. Toen deden we dat inderdaad nog in lijn met ook de recepturen die je nu rond ziet gaan. Hè, de knolselderij steken en zo. En het rehydrateren. Dat was een van de eerste dingen die we ontdekten. Waarmee we speciaal nog andere texturen konden realiseren. Want dat is uiteindelijk waar het in mijn vak om gaat. Het zijn allemaal bouwstenen die uiteindelijk ertoe leiden dat je een menu hebt dat heel divers is. Niet alleen qua presentatie, maar ook qua kleurgebruik. Maar qua textuur, qua smaak, qua ingrediëntengebruik. En alles bij elkaar opgeteld. Als je dat goed de invulling geeft, dan kan je... Nogmaals binnen de context van onze branche, het verschil maken zonder dat je dierlijk eiwit nodig hebt. Ja. En je noemde even al rehydrateren. Dat is misschien aardig. Zou dat iets kunnen zijn wat de mensen thuis ook zouden kunnen doen? Kunnen we ons daar een beetje meenemen hoe je dat aanpakt? Dat is eigenlijk een van de eerste dingen die we onszelf leerden, is dat als je groenten... Dat leer je dus niet op school, dat je groenten dus veel te gaar kookt en daarna laat drogen. En dan vervolgens weer om het even in welke bouillon of welk sap dan ook laat rehydrateren, dan verandert de textuur en dan wordt het een beetje chewy en dan geeft het een weerstand in de mond die gek genoeg dan ook wel weer doet denken aan vlees. Kijk, wat ik heb geleerd is nu dat wij zijn niet op zoek naar de smaak van vis en vlees, maar wel naar de kwaliteiten. Dus, en hetzelfde geldt voor zuivel. Dus boter zijn start-ups die zoeken naar een manier om dus botersmaak te krijgen. Daar ben ik niet zo in geïnteresseerd in. Ik wil gewoon weten, wat kunnen we doen om datzelfde, hoe zeg je dat, troostrijke en comfortabele wat boter je biedt, hoe kunnen we dat benaderen? En dan heeft het als gevolg van de keuze die wij maken een bepaalde smaak. Maar die kwaliteiten die zijn eigenlijk veel interessanter om naar te kijken. En als je die kunt evenaren of verbeteren, dan heb je een succesnummer. Dus dat rehydrateren is daar ook een voorbeeld van. Als jij rode biet te gaar kookt, droogt en daarna rehydrateert en je bakt hem, dan heb je de kwaliteiten die we zo waarderen in vlees bijvoorbeeld, geëvenaard. En dan krijg je toch die voldoening die het moet bieden. Ja, en nog even om het dan praktisch helemaal, dat we het allemaal snappen, dat drogen dan weer, nadat je die groente dus gaar hebt gekookt, hoe droog je dat dan? Dan moet je een droog oventje voor in hebben. In een droog oventje, dan wordt het zo hard als beton. En dan leg je het vervolgens in om het even welk vocht. En dan kan je dus ook weer keuzes in maken. En dan, dan krijg je het mondgevoel dat wij zo waarderen wat we zo kennen. Interessant. En je zei net even troostrijk en comfortabel, hè, geloof ik. Dat zijn die kwaliteiten die we in dat vlees... Nou, bijvoorbeeld in boter herken je die en room. Ja. Kun je nog meer noemen van die kwaliteiten die we zoeken in dierlijke producten? Kaas is natuurlijk iets waarvan mensen... Het is vaak de laatste halte die ze nog moeten nemen, maar... Je kunt op plaats van plantaardige melk inmiddels ook wit schimmel, blauw schimmel, rood schimmel kazen maken. En dan zijn we dus nogmaals niet geïnteresseerd in dierlijke en animale smaken, maar wel geïnteresseerd in dat mondgevoel, de uitstraling, de presentatie. Zodat je er uiteindelijk hetzelfde plezier aan beleeft. En als gevolg van de keuze die wij maken, omdat we bijvoorbeeld amandelmelk gebruiken of hazelnootmelk, krijg je ook een bepaalde smaak. Maar die is dan weer uniek op zichzelf. Maar je snapt de referentie nog wel met de dierlijke tegenhanger. Wat misschien aardig is, je zei al, je bent vandaag weer in het Voedselbos geweest, geloof ik. Ja. Je werkt voor een groot deel met ingrediënten die je uit het Voedselbos haalt. Dat zijn niet per se de broccoli's en de bloemkools, maar dat zijn gewassen die we nog helemaal niet kennen. Kun je ons eens meenemen de laatste keer dat je door dat Voedselbos liep en iets zag waarvan je dacht, hier kan ik iets mee maken? Nou, het is wel goed om te weten. Ik heb Wouter van Eck, de initiatiefnemer, die ik wel eens gekscherend de Mick Jagger van de Voedselbosbeweging noem, ontmoet meer dan 10 jaar geleden nu. En als ik die ontmoeting niet had gehad met hem, dan waren wij ook nooit nummer 1 groenterestaurant van de wereld geworden. En dat heeft te maken met dat hij mij meenam in een verhaal waarin blijkt dat er veel meer eetbaar is dan de paar soorten die jaar rond de supermarktschappen domineren. En die enorme diversiteit die heb ik nodig om die volwaardige menus samen te stellen. En je moet weten, een voedselbos is een systeem van landbouw, geïnspireerd op de werking van een natuurlijk bos. Ik weet nog dat ik daar de eerste keer aankwam, en dat was in novemberdag. Het was druilerig. Het voedselbos was nog een babybosje. Ik had geen zin om daar te zijn. En ik weet nog goed dat ik me ook echt af aan het vragen was, hoe ben ik hier ooit terechtgekomen? En toen sprak Wouter de eerste zin uit. Hij zegt,
Landbouw zoals we het kennen is een kale akker aan het begin van het seizoen. Daarna heb je heel veel input nodig. Grote machines, fossiele brandstoffen, pesticiden, kunstmest. Je moet eggen, maaien, wieden, bewateren. En dan aan het einde van het seizoen, dan heb je weer een kale akker. Dat is niet hoe de natuur werkt. Als je in ons klimaat niks doet, dan wordt alles een bos. En nou, toen viel er wel een kwartje. Ik was bijna geïrriteerd dat ik het niet zelf had bedacht. En toen ging die verder, want als je de eetbare soorten, de juiste plant op de juiste plek in relatie tot elkaar, aan de hand van een goed doordacht ontwerp plant, dan gaan ze een bos nadoen, een natuurlijk bos. Wat betekent dat het elk jaar in volume toeneemt. En de bodem wordt ook elk jaar vruchtbaarder. En je hebt geen input. Nou, dat is natuurlijk een hele wonderlijke benadering van landbouw, die haak staat op een jaar geteeld. En toen besloot ik kom elke week terug. En dat doe je nog steeds? En dat doe ik nog steeds. Het is ook een soort lakmoesproef als ik de moeite niet meer neem, zoals vandaag om met het fietsje die 16, 17 kilometer te fietsen. Dan is het misschien ook tijd dat ik met pensioen ga of andere dingen moet gaan doen. Dus nee, elke week ga ik daar nog heen en dan is dat ook een hele inspirerende plek natuurlijk. Ja, ja, ik ben er dus ook een keer geweest in dat prachtige voedselbos van Wouter van Eck. En dat was inderdaad in november. En ik vond Wouter zijn verhaal heel inspirerend. Maar ja, ik was aan het kijken naar bomen en takken. En ik had echt werkelijk niks kunnen bedenken wat ik daarvan zou hebben kunnen eten. Hoe kom jij tot dat je naar zo'n boom staat te kijken of een blad plukt tot iets wat een gerecht gaat maken? Nou, het was al een hele stap voor mij om vanuit mijn achtergrond en mijn opleiding me te gaan richten op groenten. Dat is gewoon een heel nieuw speelveld. En de tweede grote verandering was dat je gaat werken met planten waarvan je niet eens wist dat ze bestonden. Want dat heeft Wouter natuurlijk ook gedaan. Hij heeft gekeken wat groeit er nou in vergelijkbaar klimaat. Dus dit is klimaatzone 7. En dan kun je over de hele wereld gaan zoeken op plekken waar dan dezelfde klimaatzone heerst. En wat groeit daar dan? Dan groeit dat waarschijnlijk hier ook. Maar dan kom je dus in Korea en Zuid-China, Japan, Chili, Noord-Amerika, zelfs Canada. En dan blijkt er dus veel meer diversiteit te zijn dan wat wij hier als inheems beschouwen. Maar dan kom je dus in aanraking met Chinese mahonie. En ik weet nog goed dat ik met een bakje Chinese mahonie terug naar het restaurant ging. En dat heb ik op mijn werkbank gelegd. Ik was gewoon geïntimideerd. Want ik wist gewoon echt niet wat ik ermee moest. Waar begin je? Wat waren het bladeren? Of ja, wat nou, had je van die is dit al wel een mooi voorbeeld. Omdat de Chinese mahonie is eigenlijk een belediging voor een chef. Want je kan het zo op het bord leggen en het is al volwaardig gerecht. Wouter heeft hem de Franse uiensoepboom gedoopt. Inmiddels is die ook onder die naam op de markt gekomen. Dus het bevat heel veel umami, hè? Dus dat is een smaak die we heel erg prettig vinden. Maar even goed, ja, waar begin je? Moet je het gaan snijden, gaan bakken? Nou, ja, uiteindelijk begin je er maar gewoon aan en losse de aromaten op in olie of in water. En zo stap voor stap die drempel eigenlijk geslecht. En vanaf nu is het voor ons vanzelfsprekend dat wij iets nieuws krijgen. Dat we gewoon dat op allerlei verschillende manieren aanvliegen. En dat we ons niet meer laten intimideren. We zijn gewoon benieuwd naar de kwaliteiten. Ja, en wat bleek het geheim van de Chinese mahonie? Wat heb je te doen met de bladeren? Uiteindelijk is het blad heel geschikt om olie van te maken. Dan is het ook voor lange tijd houdbaar. En dan zitten de aromaten in de vetstoffen opgesloten. Dat helpt. Wat ook nog wel een wonderlijk verhaal is, dat we om die mahonie te kunnen oogsten, die boom jaarlijks knotten. Want anders zou het arbotechnisch niet verantwoord zijn. En dan merkten we tijdens het knotten van die boom dat daar een enorme aroma hing. Wat wij ons de vraag opwierp, wat zou er gebeuren als we die takken, dat hout, zouden behandelen als waren het runderbot. Hè? Want dat is de referentie die ik heb als het gaat om het maken van een mooie bouillon. Uiteindelijk hebben we daar 6 maanden over gedaan om te achterhalen welke tijd en temperatuur nodig is om dat goed te doen. En dan is het gek genoeg geen uiensoep, maar kippensoep geworden. Het is echt een waanzin. Ja. We hebben het de Chinezen nog niet verteld. Dus het is ongelooflijk veel trial and error. Ja, absoluut. Ja, we worden er wel steeds handiger in, moet ik zeggen. Ja, want ik kan me voorstellen, jullie hebben een keuken. Daar moet je elke dag produceren, presteren. En dan hebben jullie dan daarnaast een soort werkplaats waar allerlei potjes staan te brouwen en te drogen en te fermenteren. Ja, dat heet dan in goed Nederlands R&D. Waarbij er iemand is met een academische achtergrond die 5 dagen in de week fulltime bezig is met de voorbereiding op elk eerstvolgende menu. Omdat we toch de vinger erachter willen krijgen, hoe kunnen we dit of deze textuur of deze uitstraling bereiken op basis van dat product. En daar wordt het, een R&D is uiteindelijk ook niet heel veel meer dan alles opschrijven wat je doet. En dat doen we dus inmiddels op een iets gestructureerdere manier. Aha, en van wat voor opleiding is zo iemand dan? Nou, nu werkt bij ons Elselinde van Doleweert, die aan de TU Eindhoven heeft gestudeerd.
Haar professor was laatst bij ons en die wist in een bijzin te melden dat ze met een 10 was afgestudeerd. Dat was nog nooit gebeurd. Elselinde is zo vriendelijk om ons niet het gevoel te geven dat we dom zijn. En binnenkort start Jan Major en die heeft een Master Food Technology in Wageningen gedaan. En die loopt nu nog stage bij een beroemd restaurant in Kopenhagen. Ja. Je zei net, de diversiteit van het voedselbos, die heb je nodig om een volwaardige maaltijd neer te zetten. Of een volwaardige maaltijd te maken. Zeg je nou maar eigenlijk dat de standaard ingrediënten zoals wij die kennen van de plantaardige keuken, dat die een beetje karig zijn? Het aanbod inderdaad, wat je in de supermarkt schap treft, vooral hoe het gedomineerd wordt, dat past eigenlijk op één pizza. En dan heb je het ongeveer wel gehad. En er zijn veel meer planten eetbaar in dat voedselbos, alleen al staan 450 soorten. En dan moet je weten, dus appel is een soort, maar er staan er weer 45 variëteiten. Zo is het ook in de botaniek. Dus dat is een haast oneindige botanische schatkamer. En dat maakt wel het verschil voor ons. En denk je dan dat die, wat zijn nou de Chinese mahonie bijvoorbeeld, dat we daar binnenkort een industriële omvang plantages Chinese mahonie hebben? Nou, dit is de menselijke denkfout natuurlijk. Die moeten dan gelijk weer in plantages denken. En daar zit natuurlijk ook de kwetsbaarheid van landbouw. Zoals we die kennen, hè, dan nodig je de plaag in feite uit. Maar in een gemengd systeem aangeplant kan Chinese mahonie veel blad produceren. Het is ook een gangbare groente in China, dus er is ook niet veel studie voor nodig. En wat wonderlijk is, het oude blad, er is studie naar gedaan in China, bevat zo'n 18% eiwit. En dat is ongelooflijk veel. En dat is misschien ook wel de verklaring voor de rijke smaak die het heeft. Dus daar liggen wel hele grote kansen, ja. Ja, oké. Dus ik snap dat je zegt van, nou Esther, ga nog niet te hard van stapel. Voordat je weet, hebben we een intensieve Chinese mahoniehouderij. Aan de andere kant is het misschien toch interessant om te kijken of we dat soort gewassen wel breder bekend kunnen maken, beter in kunnen zetten om en de smaken interessanter te maken en wat meer diversiteit in de natuur te creëren. Ja, wat we zijn natuurlijk 8000 jaar geleden begonnen zo'n beetje met landbouw en het is tijd voor een grondige evaluatie. En de 1 jaar geteeld heeft als kenmerk natuurlijk dat er input nodig is, hè, wat ik net ook vertelde, en dat je met een kale akker eindigt. Het zou interessant kunnen zijn om ecologische principes het werk te laten doen. Dan ben je ook minder kwetsbaar, het klimaat robuust. Hè. In de zomer is een bos, ook al is het ene na het andere hitterecord, het bos blijft groen. En het kan veel meer aan dan een akker waarop één gewas groeit. En dan kan je erover nadenken. 450 soorten is wat overdreven. Maar laten we er een stuk of 40 selecteren die in een gemengd systeem aanplanten. Ze doen een bossysteem na. En dan moeten we nadenken over wat we kunnen bijvoorbeeld met kastanjes als zetmeel produceren. Het gewas in een meerjarig systeem. In plaats van de aardappels, de soja, de mais, de tarwe en de rijst. Daar is niet veel fantasie voor nodig. Dat als we de kastanje populair maken, dat het landschap er vervolgens ook anders uitziet. En alle noten die, elk gezondheidsrapport zegt dat we meer noten moeten eten. Toch als ik op die verpakking kijk, dan staat daar California, er staat China, Turkije. Terwijl die ook allemaal bij ons hier groeien. Dat zou ook een gewas zijn, een aantal gewassen kunnen zijn die je toevoegt. En natuurlijk het prachtige fruit, nashi-peren. Die leveren overweldigend veel oogst op. En die kunnen daar ook groeien. Het zou een prachtig mooi nieuw product kunnen zijn waar mensen heel blij van worden. Nou ja, zo kan je dus een deel van ons, van de schijf voor 5, zou je kunnen invullen met dit soort producten. Ja, en heb jij dan het idee van, nou, ik ben de inspirator, ik doe dat en iedereen doet er je voordeel mee? Of heb je het gevoel van, nou, daar zou ik wel een rol in willen spelen om te zorgen dat ons landbouwsysteem er anders uit gaat zien, dat we andere dingen gaan eten? Nou, volgens mij is dat ook een beetje de insteek van het restaurant zoals het nu is. Dus ik heb me heel lang ook druk gemaakt over van, ja, dat is allemaal mooi, zo'n luxe restaurant, hè. Die mensen betalen echt heel veel geld en dat is voor bijna niemand beschikbaar. Hè. Dus, de vraag stond op mijn lijstje, maar ik pak hem hier gewoon af. Maar ik heb mezelf dat echt wel verweten. Ja. Van, ja, dat is de democratisering van fine dining is toch een belangrijke volgende stap in de evolutie. Hè. Dus hoezo heb ik nu impact? Een paar mensen per week. Toen sprak ik Rutger Bregman en die gaf mij gelukkig mee van, je hoeft maar één ding te doen. Je moet gewoon de allerbeste zijn. En dan heb je impact. En sindsdien ben ik enigszins gerustgesteld in en ga ik uit van het trickle-down effect. Uiteindelijk zullen andere chefs ermee aan de haal gaan. En dan komen er toepassingen die veel breder inzetbaar zijn. En zo is het uiteindelijk met de elektrische auto ook gegaan. Die waren in het begin ook veel te duur en complex om te maken. Inmiddels neemt dat ook een vlucht. Dat is misschien wel mijn rol nu. Dus ik ben minder streng voor mezelf. Ja.
Hoe is het eigenlijk gesteld met de plantaardige ontwikkelingen in gastronomisch Nederland? Of misschien moeten we de wereld eerst eens pakken, wereldwijd. Ik kan soms denken dat het allemaal heel snel gaat. Van, oh, wat geweldig, wat een succes hebben wij, wat een mooie ontwikkeling. En tegelijkertijd is er een hele simpele statistiek dat wij het enige restaurant zijn in de wereld die dit doen op dit niveau. Dus er is ook nog wel een slag te slaan. Het is heel lastig. De restaurantwereld is sowieso. Natuurlijk, de ondernemers die erin actief zijn, die hebben er vaak niet echt een opleiding voor genoten. Anders dan dat ze kunnen koken of gastheer of gastvrouw zijn. Dus dat sta je al 1-0 achter. En dan is het ook nog een van de meest complexe beroepen als het gaat vanuit het bedrijf geredeneerd. Hè. Er is veel verlies. Hè. Je hebt het ene keer druk, dan heb je het weer rustig. Het is anders dan dat je een meubelmakerij hebt en je moet 10 stoelen maken. Dan weet je de bestellingen op voorhand, kan je er personeel op inroosteren. Dus het is een hele complexe business. En als je die dan ook nog plantaardig wil maken, dan kom je met allerlei krachtvelden in aanraking. Waarbij gasten ook boos op je worden. En waarbij je, als je niet goed genoeg bent, ook gewoon rücksichtloos wordt afgestraft. Hè. Er zijn een aantal voorbeelden met de beste bedoelingen begonnen en uiteindelijk het toch niet redden. En deels omdat het een complexe business is, maar ook deels omdat je ook heel erg goed moet zijn. En echt heel erg lekker eten moet serveren om een goede business case te hebben. Dus ik snap dat in deze fase nog met vallen en opstaan gaat. Ja, want hoe kun je dat doorbreken inderdaad? Dat op het moment, kan me zo voorstellen, als je te veel plantaardig op je menu zet of misschien helemaal plantaardig wordt, dan trek je maar een heel specifiek groepje mensen of gewoon te weinig mensen. Maar je wilt toch je gasten een beetje uitdagen om wat vaker plantaardig te eten. Hoe kom je uit die kippenij-situatie? Ja, deel is het ook gewoon opleiding. Hè? Dus gelukkig wordt daar ook in geïnvesteerd. We zijn zelf bezig met een kookboek. Dat is ook al 6 jaar bijna af. Maar nu echt? In november, ja. Yes. En dat zullen daar ongetwijfeld ook collega's hun inspiratie uit halen. Dus dat is een deel van het verhaal. En volgens mij moet je het er ook niet te veel over hebben. Want als je je marketing richt op het zijn van een vegan restaurant, dan is dat nog steeds een hele grote groep mensen die daar een negatieve connotatie in zien. Het gaat volgens mij gewoon om heel erg lekker eten. Op een hele prettige manier, in een prettige omgeving geserveerd. En dan ben je een succesvol restaurant. De Silent Revolution noemen we dat ook wel. Ik denk dat voor een deel het verhaal is. Ja. Ja. En hoe heb jij dat gedaan in het begin? Want nu weet iedereen natuurlijk dat hij naar een groentenrestaurant komt. Maar in het begin moest jij ook je gasten nog overtuigen. Nou, ik kan me nog herinneren dat ik in het tweede jaar dat we open waren, was ik het kerstmenu aan het schrijven. En ik denk, nou, daar gaan we weer alle open deuren. Ik denk, ik ga het ook niet doen. Ik heb er geen zin in. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik ga een volledig vegetarisch kerstmenu doen. Nou, dat praat je dus echt wel over 12 jaar geleden. Dat had ik al keurig op de website gezet. Helemaal uitgeschreven. Maar nergens verder genoemd dat vegetarisch was. Nou, ik was daar zelf wel helemaal oké mee. Maar toen werden de mensen wel echt heel boos. En heb ik ook... Boos? Ja, ik heb nog wel scherp op het netvlies een groep gasten die ook echt weigerden te betalen. Ze vonden het een soort van oplichting. Ze gingen om bitterballen scanderen. Dat begon zo bij, het waren 10 gangen, het begon bij gang 3-4 zo te ontstaan. Het besef van, hey, wacht eens even, het gaat gewoon niet meer gebeuren. ja, maar ik moet eerlijk zeggen, dat werd ook een hele leuke discussie, want ze wilden ook echt niet afrekenen. Dat hebben ze uiteindelijk wel gedaan. En ik herinner me ook nog heel goed dat ik me toen realiseerde, oh wacht, dat is eigenlijk wel cool. Nu wordt het echt wat waard voor mij. Nu was het, die weerstand was even nodig, ook om de onnozelheid die mij sowieso wel kenmerkt, om die een beetje weg te nemen van, wacht eens even, ik sta hier wel echt voor. Ik moest er echt voor vechten. Maar ik zie terwijl je het erover hebt, jij ziet de jongens nog zitten. Dat zie ik in je ogen. Ja, ja. Is dat ik kijk ook even snel van iemand in de zaal zit die daar toen bij was. Geloof me, die zitten hier niet. Nee. Want het zou heel interessant zijn als ze hier uiteindelijk terecht zijn gekomen. Maar hoe is dat afgelopen? Nou, bij het afrekenen, de gastheer, die heb ik uiteindelijk zover gekregen dat hij betaalde. En toen zei hij nog wel, weet je wat het is? Ik vind helemaal niks. Maar je hebt wel kloten. Nou. En ik had het geld op de bank staan, dus ik was oké. Maar vanaf dat moment realiseerde ik me, oké, er staat dus echt wel iets op het spel. Voor mij was het gewoon heel vanzelfsprekend. Ik heb dat menu gemaakt. Ik had me er echt ook al bij neergelegd. Er komt gewoon helemaal niemand op af, behalve mijn ouders. En dat is helemaal prima. Dan sluiten we het jaar zo af. Nou ja, uiteindelijk kwamen er dus meer mensen en sommigen werden ook echt boos. En dat hebben we door de jaren heen wel vaker meegemaakt. Dat mensen echt verongelijkt zijn tot een Michelin-inspecteur aan toe.
die was ook gewoon verongelijkt. En die ging een heel verhaal afsteken over, ik ga nooit de groentegerechten bestellen. Want we hadden toen wel degelijk nog een vis- en een vleesoptie. Maar het was minder dan de helft. Maar die koos hij dan. En verder wilde hij niks. Hij wilde er gewoon niks van weten. En nou, die hebben gewoon de deur gewezen. Oh ja? Nou, ja. Het was uiteindelijk mijn vriendin die erbij kwam staan. Ik probeerde er nog een soort politiek correct op te lossen. Maar die ging erbij staan en die zegt, oh, dus u bent een professioneel inspecteur. En u weet dat wij bekend zijn om onze groentebereidingen. En u neemt ze niet, omdat u er geen zin in heeft. En toen had ze het vingertje al. En toen heb ik gezegd, misschien is het goed als u nu gaat. Nou, toen gooide hij zijn handen nog in de lucht. Ik ben wel een betalende gast. Ik zei, ja, het is misschien toch beter dat hij gaat. En toen hebben we maar de deur gewezen. Dus zelfs op dat niveau zitten er hele conservatieve reflexen. En het is ook wel snel gekanteld, moet ik zeggen. Want dat gebeurt ons nu niet meer. Nee, maar het is voor jullie gekanteld. Ja. Ja, en de vraag is het in de breedte gekanteld? Ik denk dat er nog steeds... Ik zou het experiment graag aangaan om een hele zaal boos te maken met eten. Ja. Ik denk dat het lukt. Ja, als je het publiek erop selecteert. Ja, afhankelijk van in welk restaurant je werkt. Ja. Dus nog even terug, want ik vroeg jou net hoe is het gesteld met plantaardig, nou, Nederland dan maar even. En toen kwam je met een best wel diplomatiek antwoord ook. Dat de chefs het ook gewoon best moeilijk hebben. En dat snap ik. Ik ben toch benieuwd, wat vind jij over het algemeen van het aanbod in de restaurants? Ja, ik kan het moeilijk beoordelen. Het is niet dat ik elke week uit eten ga. Maar ik proef wel de goede bedoelingen. Maar ook nog steeds een angst die nog groter is dan dat. Dus de chefs snappen allemaal wel dat die toekomst veel meer plantaardig gaat zijn. Als je ze nu allemaal uitnodigt, zelfs binnen mijn segment, dus alle topchefs, dan zullen ze het allemaal beamen. Maar dan is er altijd een maar. Ja, maar mijn gasten zijn er nog niet klaar voor. Of ik heb nog niet de vaardigheid of de kennis om dat te doen zoals ze dat in Nijmegen doen. Dus de noodzaak daarvan zien ze allemaal wel. Ze zien ook het publiek dat de toekomst de restaurants gaat vullen. Een totaal ander perspectief heeft. En die snappen heel goed dat de uitdaging voor de toekomst op hun bordje ligt. Dus aan die kant is er al een verschuiving. En tegelijkertijd zijn ze allemaal aan het mopperen dat ze het niet gaan doen. Ja. Ja, je zei eerder, ik heb nog wel eens leuke gesprekken met chefs over die verschuiving. Ik neem aan dat dat een soort eufemisme was. Ja, er zijn wel heel wat chefs ook. Die verwijten mij dat ik denk dat ik de Messias ben. Dan hebben ze het boek nog niet gezien. het wordt 564 pagina's. Maar er is zeker heel veel ongemak. Ja. 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 Ik had natuurlijk ook achteraf, ik ben er wel trots op hoor, maar het heeft niet geholpen. Maar wij kregen onze tweede ster. En ik kijk al die koppen aan en ik ken ze natuurlijk allemaal. Het zijn waanzinnige toptalenten. Dus ik zeg van ja, als we er iets van willen maken nog met deze planeet. Het allerbelangrijkste wat je kan doen is minder vlees eten. En dan zitten we hier toevallig met 400 toptalenten die hun sporen verdiend hebben. Als we nou al die culinaire meesterbreinen, als die zich gaan richten op een meer op groente georiënteerde keuken, dan ben ik wel benieuwd wat er gebeurt. Nou, dat werd me niet in dank afgenomen. Echt waar? Door het deze mooie... Want, vertel eens. Nou, het is wel... Ik had het zelf niet zo in de gaten, maar later hoorde ik wel terug van sommige van die collega's van. Dat heeft wel een hoop discussie veroorzaakt, ook binnen die clubjes die bestaan binnen de topgastronomie. Wie denkt hij wel niet dat hij is en zo. Dus dat het is natuurlijk heel confronterend ook. Ik snap het ergens ook wel. Maar ik denk dat het ook wel goed is. Beetje de moral high ground heb je genomen. Of zo voelen zij dat. Ja, dat zijn vaak hele irritante mensen trouwens. Dus ik hoop niet dat dat dan de indruk is die ze er achteraf van hebben. Want ik hoop er nog steeds wat uit te kunnen leggen van... Het levert vooral heel veel lekkere nieuwe smaak op. Dat is ook mijn weg geweest dat ik... in 2022 bedacht, nu worden we volledig plantaardig. En terwijl ik me bedacht had, realiseerde ik me, ja, dat gaat natuurlijk niet lukken, want room en boter, hoe kan ik dat ooit vervangen? En achteraf kijk ik op terug en denk, er is alleen maar heel veel meer voor teruggekomen. Dus de diversiteit en de mogelijkheden, die zijn alleen maar toegenomen. Heb je er spijt van dat je dat toen hebt gezegd? Nee, ik vond het grappig. Ja, ik vind het nog steeds heel... het is een beetje het zoeken naar de balans van... Ik heb helemaal niet de bedoeling mensen... te dwingen iets te doen, maar ik kan het ook niet nalaten om het uit te spreken. Je houdt er wel van om een beetje te schuren tegen de gevestigde orde. Nou, als ik boos word wel, ja. 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 Emiel, je hebt dus inderdaad twee sterren verkregen inmiddels. En dus die extra ster voor de groene Michelinster. Je bent beste groente, uitgeroepen als beste groenterestaurant. Het
is eigenlijk ook wel een beetje gevestigde orde inmiddels waar je zit. Ja, dat denk ik wel. Het is een hele eigenaardige situatie dat je met zo'n afwijkende aanpak dan wel wordt opgenomen in die wereld. Ja, ik heb natuurlijk die 5 jaar lang diepvriesbiefstukken staan bakken en ik had echt het idee, die deur is gewoon dicht. Dat heb ik achter mij gelaten en nu word ik er gewoon weer keihard in teruggetrokken. Dus sta ik weer met diezelfde mensen tijdens een ceremonie. Ja. Precies, dus voor iemand die een beetje tegen draad en eigenwijs is, is het misschien ook wel weer eens tijd om het roer om te gooien. Ik zou niet weten hoe ik dat moest doen. We hebben nooit die ambitie gehad, zeker niet nadat we die inspecteur de deur hadden gewezen. En als het dan toch gebeurt, is dat eigenlijk wel heel grappig. Maar het blijft een hele eigenaardige spagaat, ja. Ja. Maar heb je niet soms, je ziet altijd van die films, van die topchefs die zitten dan op het hoogste niveau. En dan komt er zo'n moment dan wordt het allemaal zo gespannen. En dan moet het elke avond perfect dat ze eigenlijk weer de handdoek in de keuken gooien. En hun eigen kleine bistrootje beginnen waar ze gewoon weer een beetje in de pannen kunnen roeren op intuïtie. Herken jij je een beetje in dat sentiment? Nee, totaal niet. Kijk, deze hele ontwikkeling is ook niet gebeurd als gevolg van dat ik nou in één keer in een ketel met toverdrank ben gevallen. Het kon ook alleen maar gebeuren als gevolg van toptalenten die samenwerken. En het leuke daarvan is wel dat dat zijn mensen die hebben al een hele gedegen ervaring opgedaan en die hebben al talent. Die kan je prima de verantwoordelijkheid geven voor het eindresultaat. Ik heb me niet de illusie dat ik daar dan druk mee moet zijn. Dus dat laat ik graag aan de mensen die het van dag tot dag bij ons uitvoeren. Ja, en hoe blijf jij jezelf prikkelen dan? Nou, de euforie die je voelt als je iets ontdekt waarvan je het vermoeden hebt dat het nog niet eerder gedaan is, die is verslavend. En dat gebeurt misschien 1 keer in de 2 jaar, maar daar kan ik dan wel echt heel lang op teren, zoals die bouillon van het hout van de Chinese mahonie. Ja, ja. Staat er iets nu op je verlanglijstje om te ontdekken, om te ontwikkelen? Nou, het is meer dat ik een vriend van mij, die heeft een bedrijf dat vleeswaren op de markt brengt. Wel ambachtelijk en zo, maar doorn in het oog. Dus ik heb de weddenschap dat ik zijn hele bedrijf plantaardig maak. Dus ik zit nu op het spoor om te kijken of we niet plantaardige charcuterie kunnen maken. Om hem de pas af te snijden. Hij staat er gelukkig wel voor open. Maar dat is dan voor hem een hele, hoe zeg je dat, worsteling. Wat spannend. En toch een klein beetje richting, ja, retail is misschien een wat lastig woord hier. Maar in ieder geval richting grotere schaal. Ja, opereren. Maar we zijn er pas 3 jaar mee bezig. Oh ja, jij denkt in de lange termijn. Ja. Ja. Ik geloof op 7 oktober komt de bandenfabrikant weer met een nieuwe gids uit. Is dat voor jullie nog een spannend moment? Want dan zou het kunnen dat je of een ster erbij krijgt of er een verliest. Nee. ik zou ook een tip willen geven aan alle mensen met een restaurant en sterren. Ga er niet heen. Want dan gaan ze je bellen als je een ster bij krijgt. Dus dat is altijd wel leuk. En verder is het aan die mensen natuurlijk om te beslissen. Ik vind het wel grappig dat de gidsen, gek genoeg, het meest progressief zijn in ons vak. Want die hebben ons initiatief bijvoorbeeld omarmd en die hebben de groene sterren in het geval van Michelin geïntroduceerd. En ook de andere gidsen opvallend veel aandacht voor duurzaamheid en op een toekomstgerichte gastronomie. Dus waar de gidsen eigenlijk het voortouw nemen, wat vroeger zeker niet het geval was, blijven de collega's vooral achter. En met de collega's bedoel je? Mijn collega restauranthouders, ja. Dus eigenlijk niet helemaal terecht die conservatieve reflexen waar we binnen het vak mee te maken hebben. Als je kijkt naar inderdaad de doelgroep, de jonge mensen die de toekomst de restaurants gaan vullen en de gidsen, die lopen al voor. Aha. Ja, maar ik begreep dat als je 2 sterren hebt, dat je zo'n 10 keer wordt bezocht door Michelin. Nou, Michelin is natuurlijk ook gewoon een mythe. We zouden er ook zomaar één kunnen verliezen. Want toen ik de 2e ster kreeg, ben ik naar de directeur gelopen. Met een heel enthousiast verhaal over hoe ze de rubberplantages konden omzetten naar een meer divers systeem. Die man die werd echt wit. Ja, oh, ja, dat is een Achilleshiel. Want in Azië zijn er gewoon 10.000 hectares monocultuur, plantagestel aangeplant, rubberplantages. Bomen staan ver uit elkaar, de onderlaag wordt platgespoten. Er hangt een enorme zwavellucht, het is een hel van een plek. Daar moeten ook nog mensen werken. En dat is dan de productie van rubber zoals het georganiseerd is. Maar dat kan. Het toeval wilde dat ik net in die week een gesprek had met Esther van de Ommuurde Tuin. Die is bosecoloog en die heeft haar studie, ze is afgestudeerd op het onderwerp rubberplantages. Ze is ook naar Indonesië geweest om de lokale overheid te overtuigen van een ander model. Dus ik was helemaal ingelezen in de materie en toen kwam ik die directeur tegen. En toen dacht jij met je 2e ster onder je arm van, ja, ik gooi dat er eens even in. Ja, ik was vooral heel enthousiast.
doe gewoon 500 hectare. Dat is helemaal niks. Het gaat echt om 10.000 hectare. En maak er van mij betreft goede sier mee. Haal Wereld Natuurfonds erbij. Het maakt allemaal niet uit. Maar dan kunnen we kijken wat werkt. Kunnen mensen daar ook nog iets van eten? Toen kwam ik echt 2 minuten later een andere medewerker van Michelin tegen. Die sprak ik er ook op aan. En zei, ja, ik heb het al gehoord. Dus het zou dus zomaar kunnen dat ze ons ook alles weer afnemen. Ja, ja. Maar we gaan ervan uit dat dat soort dingen niet meespelen. Ja, we gaan er maar vanuit. Ja. We gaan het zien. Emiel van Staak, heel hartelijk dank dat je mijn gast wilde zijn. Als er nou luisteraars of bezoekers hier jouw gast willen zijn, in welke maand, in welk jaartal komt er ooit weer eens een plekje vrij in jouw restaurant? Ja, dat is wel echt uit de hand gelopen. We zijn ook maar een klein restaurant, het is niet bepaald de Ziggo Dome die we uitverkopen. Maar voor de minder courante aantallen, 3, 4, 5, 6, is er altijd wel een mogelijkheid over een paar maanden. Over een paar maanden, jongens. Dan kun je er ook nog een beetje naar uitkijken. Heel hartelijk bedankt, Emiel van Staak. Graag gedaan. Dat was hem weer. Leuk dat je luisterde. Inmiddels kan ik je vertellen dat de Michelinsterren weer zijn uitgedeeld en dat de nieuwe winkel haar 2 sterren plus die ene groene behouden heeft. Ik dank alle donateurs die, zeker na die recente serie over religie, onze donatieknop wisten te vinden. Dat laat ons zien dat je de podcast waardeert en het helpt ons om nieuwe verhalen te blijven maken. Voor wie dat nog niet heeft gedaan, ga naar studioplantaardig.nl en de rest wijst zich vanzelf. Dank je en tot de volgende!